Luister, ik weet dat jullie me kunnen zien. Ik weet dat jullie me kunnen horen. Ik ga ervan uit dat jullie weten wat ik ga doen. Maar weten jullie ook waarom? Ik wil niet dat we altijd en overal worden bespied. Dat alles over ons wordt vastgelegd, opgeslagen en geanalyseerd. Dat onze rechten worden geschonden. En dat we daar pas iets over horen als iemand hierover lekt. Ik wil niet dat wij geen geheimen mogen hebben, maar jullie wel. En ik wil helemaal niet dat een paar mensen, dapper genoeg om ons te waarschuwen, zo genadeloos worden vervolgd. Jullie controleren ons. Maar niemand controleert jullie. Dat moet anders. Daar wil ik wat aan doen. Juist in Europa spelen onze speerpunten. Als je het hebt over het vrije en open internet, vrijheid van meningsuiting, bescherming van je privacy en hervorming van het auteursrecht, zodat niet de copyright-industrie, maar de artiesten zelf een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. Dat zijn punten die spelen vooral in Europa en die daar ook moeten worden opgelost. En daarom is het belangrijk dat de Piratenpartij juist daar meedoet. De Piratenpartij is de enige internationale politieke partij. En ook in Europa doen we nu in 15 landen mee. Met een gedeeltelijke gemeenschappelijk programma. We hebben in Europa al veel bereikt met de 2 zetels die we daar de afgelopen 5 jaar hadden. We hebben ACTA gestopt, waardoor we nu geen censuur hebben op internet. En we hebben op het nippertje netneutraliteit gered, zodat je niet extra hoeft te betalen voor diensten als WhatsApp, Netflix en Spotify. De Piratenpartij is uiteindelijk de enige partij die privacy echt belangrijk vindt. Andere partijen die zeggen daar misschien wel eens wat over, maar als er ook andere belangen gaan spelen, dan vinden ze dat toch belangrijker. In de EU ligt nu te veel macht bij te weinig mensen. Daardoor is het een lobbyparadijs geworden. De Piratenpartij is de enige partij die jong en fris en IT-minded genoeg is om niet gecorrumpeerd te zijn door het systeem. Ik ga nu naar Brussel, maar om door te komen heb ik jouw stem nodig. De stem 22 mei op de Piratenpartij voor een vrij, open en eerlijk Europa dat je mensenrechten respecteert.